het thema van deze week van de Mediawijsheid is dus hier niet en gaat over sociaal met elkaar omgaan online. Bespreek je dat wel eens met je studenten? Met mijn studenten even, nou, te weinig denk ik. Nee, eigenlijk nooit. Ja, in de lessen hoor ik best wel vaak wat geroddel of negatief gedrag en dan probeer ik daar altijd wel op aan te sluiten en een gesprek over aan te gaan. Wat kun jij dan doen als docent om je studenten te helpen om dat met elkaar te bespreken? Nou, gespreksleider, zorgen voor veiligheid, zorgen dat leerlingen gezien worden, leerlingen erkend worden. Dus ik denk dat je daarvoor moet zorgen. Ik word langzaam ook weer wat ouder, dus je merkt dat ik de TikTok-generatie niet meer echt ben. Terwijl er zijn wel studenten die daar negatieve ervaringen mee hebben, die daarmee binnenkomen. Dus ja, het komt zeker aan de orde en ook wel, dan komen er wel verhalen naar boven van studenten die vervelende ervaringen hebben en zo. Wat zijn volgens jou ongeschreven regels om online samen sociaal met elkaar om te gaan? Heb respect voor elkaar. Altijd wel respect. Ja, dat is eigenlijk wel het belangrijkste. En gedraag je online zoals je dat in principe ook in het echt zou doen? Ik denk eigenlijk dat het net als roddelen is dat alles wat je niet rechtstreeks tegen de persoon zelf durft te zeggen, dat je dat face-to-face, dat je dat ook online niet moet doen. Ik denk dat je altijd moet kijken, als ik iets zeg, zou ik het dan fijn vinden om het te ontvangen of niet? En als dat niet zo is, dan lijkt mij dat een hele goede regel. Wat zijn jouw tips voor als je online kwetsend gedrag tegenkomt? Wat zijn mijn tips? Ja, het altijd wel bespreken. Rapporteer. Zeker binnen school denk ik dat een docent of een SLB'er echt de rol op zich moet nemen om daar een intermediair in te zijn. Om te voorkomen dat situaties verergeren. Ja, ligt eraan. Kijk, als het je vrienden zijn of het is dicht in de omgeving of je merkt in de school, ga het gesprek met elkaar aan. Behandel het bij burgerschap bijvoorbeeld, als we het over social media gebruik hebben. Breng dat eens in. Wat vinden we daarvan met elkaar? Als het op school gebeurt, zeker. En, dan, en inderdaad, als je het niet met een docent durft te bespreken, dan weten dat het de weg naar de vertrouwenspersoon is. Maar ook op je werk, als je dat tegenkomt, dat je het niet laat gebeuren.